Dag dames en heren, heel lokaal wist vanmiddag even de zon door te breken, zoals hier achter mij te zien is op de foto gemaakt in Limburg. Op andere momenten was het juist ronduit bewolkt. Er vielen ook buien en ook de komende dagen moeten we echt van geluk spreken als het eventjes opklaart. Op de weerkaart op dit moment diverse gebieden met bewolking en regen. Allemaal gekoppeld aan lage drukgebieden. En er wordt steeds zachtere lucht aangevoerd. Het meest markante weersysteem ligt hier zo boven de Ierse Zee. Een lage drukgebied schuift naar het oosten. Dat leverde vandaag dus de buien op. Vannacht wordt het even wat rustiger. Maar een nieuw regengebied gekoppeld aan een volgende lage drukzone. Die schuift morgen over ons land. En achter deze regen, daar wordt met een zuidwestelijke wind zelfs nog wat mildere lucht aangevoerd. De temperaturen die met de kerstdagen nog behoorlijk laag waren, die gaan dus alleen nog maar verder omhoog. En de winter die is voorlopig op ruime afstand te vinden in onze omgeving. En dat betekent dat we vanavond en ook vannacht vrij hoge temperaturen hebben. Vanavond bijvoorbeeld zo'n 7 of 8 graden. Alleen in het noordoosten en oosten kan even bij een wegvallende wind en een opklaring de temperatuur kortstondig wat lager uitvallen. Maar verder is het dus vrij mild vanavond met nog her en der wat regen. Ook vannacht valt er met name in het oosten nog een laatste bui. Verder zijn er dus veel wolkenpartijen aanwezig en liggen de temperaturen over het algemeen zo op 7 of 8 graden. De wind neemt vanavond en vannacht iets in kracht af. Ook morgenochtend valt het wat wind betreft nog wel mee. In de loop van de dag zal de zuid- en later zuidwestenwind aantrekken. Windkracht 5 tot 6 komt er dan te staan in de westelijke provincies. Ja, verder begint de dag nog droog, maar wel bewolkt. En in de loop van de ochtend dan gaat het als eerste in Zeeland regenen. En ik denk dat om een uurtje of twee de regen ook de provincie Groningen heeft bereikt. En dan valt er in het hele land enige tijd regen. Maar zoals gezegd, er wordt steeds zachtere lucht aangevoerd. In de loop van de namiddag en avond dan is het in het midden en zuiden van het land zo'n 12 of 13 graden. En die temperaturen blijven voorlopig aan de hoge kant. De komende dagen zo tussen de 12 en de lokaal 14 graden. Wel is er veel bewolking. Slechts af en toe prikt even de zon door. Kan ook nog een beetje regen vallen. Het waait ook stevig. Alleen zaterdag neemt de wind wat in kracht af. En na het weekeinde, in het nieuwe jaar, dan gaat voorzichtig de temperatuur weer iets omlaag. Fijne dag verder.